15 jaar Mooi Koorman. Zondag 19 november. Theater Amphion in Doetinchem. De wereldreis van Mooi Koorman. Info en kaarten bij Amphion. Zondag 19 november. 15 jaar Mooi Koorman. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door Grand Café en Stadsbrouwerij Hendriksen in Doetinchem. Thank you.
Wij gaan het vieren eigenlijk met een heel groot jubileumconcert. En dan kun je meer zeggen een theaterconcert, want er wordt niet alleen gezongen, maar er wordt geacteerd, er wordt gedanst. Er is echt van alles. We hebben internationale gasten die bij ons optreden, maar dat moet een verrassing blijven eindelijk. Dus dat wordt eindelijk onze grote viering. Dus dit een kerst op de taart voor u? Absoluut, absoluut. Ja, dat is wel, als je ziet de hele aanloop daar naartoe, wat voor ontzettend veel werk dat er allemaal verzet is door alle leden. Nou, ik vind het meer dan geweldig. 15 jaar, hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen om zo lang bij elkaar te blijven? Nou, het valt niet mee om jonge gezelschappen bij elkaar te houden, hè? Dat voel je wel. Maar hier zit een mix van mensen tussen de 55 en 70, 75, 80 jaar. Die van 80 wilden dat niet weten, maar dat is eindelijk ontstaan uit een gezelligheidsclub, een sociëteit van mannen. Theo Hakvoort die heeft op een gegeven moment ons allemaal enthousiast gemaakt om een mannenkoor op te richten. En zodoende is het ontstaan. Nou, het merendeel van degenen die dus zeg maar vanaf het begin erbij, die zitten er nog steeds bij. Het is echt een ontzettende leuke vriendengroep geworden en allemaal hele enthousiaste mensen. Hoe ziet u de toekomst van Mooi Koorman? Nou, wij zien de toekomst geweldig, want we hebben er allemaal nog zo gigantisch veel plezier in. Er zijn mensen bij, die zitten s'avonds bij de repetitie op een krukje. Maar ook die willen we erbij hebben als die mensen ook in het theater op een krukje moeten zitten, ruim op een krukje zitten. We zijn een gezelligheidskoor, we blijven bij elkaar en ik denk dat dat nog jaren zo gaat. 30-jarig jubileum ook gewoon in het Amfion. Is geen enkel probleem, weer een uitverkocht huis straks, ik weet het zeker.